Verdomme. Godsamme, jongen. Echt. Voor de god, man. Jongen. Wat hebben wij een verschrikkelijk pakkenpoel sodemieter gehad van die Germanen, zeg. Ja, dat was weer eens ouderwets zandhappen geblazen. Even heel diep door het stof met de knietjes. Ik denk dat de Romeinse teller weer even op nul zit op dit moment. Zeg. Alle hoeken van het veld gezien, zeg. Jongen. Klits, klats, klanderen. De winst ging naar de andere. Hey, eventjes, even één puntje. Had jij nou ook het idee dat die Germanen de hele veldslag met twee keer zoveel waren? Ja. Toch wel, hè? Ik dacht al 10 minuten, dacht ik het al, man. Ik denk dat het niet eerlijk is. Het was niet eerlijk. Ik denk, die klootzakken zijn met twee keer zoveel, man. Ja, ik bedoel, je kent dat van tevoren afspreken. Ja, mannen onder elkaar. Dat is toch gewoon niet eerlijk? Dat is zo, ga je niet kan toch gewoon eerlijk kiezen? En zo dan ga je niet met elkaar om. Ja, kom op. Ja, man, terwijl ik snap het niet. Nee. Want wij zijn vanochtend toch begonnen met 18.000 man. Ja, minimaal. Een heel legioen. Minimaal zijn wij. Ik zie ons daar nog die heuvel afkomen, man. Ja. Op de paarden. Ja, met onze speren. Kloppen, de grote mantel. Met grote kepen en lansen. Met vaandels. En vlaggen. En we hebben een S, we hebben een P, we hebben een Q, we hebben een R. Wij zijn. Romeinen. Ja, maar. Nee, ja. Maar. Hou me te goede, dat was een schitterend gezicht. Dat is toch een indrukwekkend gezicht, man. Je zal zo'n bonk massief staal zo op je af zien komen, man. Een groot 80 ton agressie wat er op je af komt daveren. En we hebben de een na de ander in de loop der tijd ingeblikt. Wegwaarzen, Egyptenaren, Assyriërs, Belgen, de Perzen, Galliërs, de Meden. In één keer weg, maar nou ook, ze stonden Rotterdam in de Daltes in een broek te schijten, man, die Romeinen. Terwijl smiddags, als je helemaal met ze aan de... Die Germanen. De Germanen. Dat is lekker. Nee, ik heb nog wel een harde klap op mijn kop gehad van die. Ja. Het is echt. Laat ik zeggen, die met die baarden, dat waren de Germanen. En die met die helmen, dat waren wij. Dat zijn wij. Ja, ja oké. Okay. Nee, maar moet je horen. Nee, maar ben ik toch bang dat ik vanmiddag 60 Romeinen heb doodgeslagen. Was jij dat? Ja. Ik dacht al, dat ging veel te makkelijk. Je stond je gewoon voor te stellen. Ja, ze rende ook helemaal niet weg of zo. Ik heb zelf eigenlijk wel een leuke middag gehad, hoor. Nee, maar wij komen... Ik kreeg op een gegeven moment complimentjes van de Germanen ook. Ze zeggen, joh, jij moet je baard laten staan. Ja. Helemaal of baard laten staan en je bent het mannetje. Ja, oké. En maar serieus. Ja. De veldslag is afgelopen. Ja, dankjewel, ja. Ik wou graag flink even door. Flink op onze kloten gehad. Ja. Maar met hoeveel zijn we nou nog? Ja, momenteel met 2. Ja, en dan reken je ons allebei al mee. Ja, dan heb ik ons allebei in de begroting opgenomen. Ja. Ik zag jou staan. Ik dacht, ik doe mij erbij. Ja. Beetje smokkelen. Ja. Beetje naar boven afgerond. Ja. Dan meer kan ik er niet van maken eigenlijk. 2. 2. Ja, dus als je zegt Romeinen verzamelen. Ja, dan... Dan is dat al gebeurd eigenlijk, hè? Het verzamelen zou vandaag niet het probleem zijn van het Romeinse leger. Nee, dus ik zou zeggen... 2. Ja, 2, ja. Ja, ik vind het niet veel. Nee, het is... Het is weinig. Het is niet echt dat je zegt... Wat zitten wij lekker royaal in de Romeinen? Toch? Nee, Romein technisch gezien is het hier een beetje matige middag. Een flink in de pan gehakt. Ja. Strik eromheen. Ja. Terug naar de keizer. Ja. Rapporteren. Ja, wacht even. Dat laatste, terug naar de keizer.
ik zou zeggen, zet dat even uit je kop. Want de keizer die zit momenteel in Rome. Nou, maar daar gaan wij dan dus ook weer naartoe. Naar Rome. Ja, maar ik mag je helpen herinneren. Wij zitten hier momenteel in het Tuitenburger Woud. Dat is dus het, zeg maar, het noorden van Germania. Dus zeg maar dus wat dan later Duitsland wordt. Weet je waar we zijn? Het wordt een vrij lange avond, mensen. Hoe laat leven we eigenlijk? Sta jij erop te kijken, man?